Hallo en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan wij weer Ark Survival Evolved spelen. Als het goed is blijft deze staan. Kut. Hij moet blijven staan als het goed is. Maar in ieder geval, als jullie deze video willen liken voor mij, dan zou ik dat super leuk vinden. Ik heb best wel een vaker reactie gekregen van Tam en T-Rex. Ik heb ook een reactie gekregen dat hij 1 breed moest zijn. En ik heb trouwens ook, dat krijg ik ook best wel vaak, van mag ik een keer meedoen? En ik probeer nu heel erg moeilijk te doen met deze vogel, maar ik doe het wel even op deze manier. Zo. Oké. Okay. Dus, kan ik een keer meedoen? Of, ja, dat is zeg maar de vraag steeds. En dan denk ik van, als iedereen dat wil, kan ik wel zeggen ja. Maar, het probleem is, als iedereen dat wil, als 1 iemand dat mag, mag de rest het ook. Dan zou het een beetje lullig zijn. Dus ik zeg, je mag best op deze server komen en langskomen. Maar meedoen is een beetje anders. Je kan me helpen, maar ik weet niet hoe. Je zou gewoon lekker langs kunnen komen en dat zou ik helemaal geen probleem vinden. Ja, dus dat is het een beetje. Ik heb hartstikke dorst. Dus ik eet gewoon superveel lekkere berries, zodat mijn dorst een beetje weggaat. Wat ik heb gemaakt is vooral deze. En muren. En dit doe ik even daarin. Dus die komen hier zo. En als het goed is kan ik die ook plaatsen. Als het goed is wel. Moet ik even via de buitenkant doen met Pinky. Oké, Pinky, kom hier. En trouwens van Tamen T-Rex. Dat wil ik wel doen. Alleen ik wil eerst dit gebouw afkrijgen. Dat zou ik wel eerst willen, zeg maar. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ik zal even de gamma wat hoger zetten. Zodat jullie ook nog wat kunnen zien. Ik denk dat ik een foutje heb gemaakt. Ja. Ik heb een foutje gemaakt. Kijk, ik zit vast. In ieder geval, dit kan ik zonder vogel doen. Dus. Ja, dus ik wil eerst dit gebouw afmaken. En dan ga ik weer verder in het themen en... En de rest, zeg maar. Over de rest spreek ik dan van de themen. Ik wou ook nog in de kibbel gaan. Dus dat moet ik ook nog een keer doen. Ik heb echt geen flauw idee hoe dat moet. Dus dat zouden jullie of... ik zou het even moeten gaan nakijken. Want ik heb volgens mij groentes nodig. En groentes, die krijg je dan weer... Door die krijg je dan sneller als je een kas hebt. Dus dat moet ik sowieso hebben, denk ik. Dat is wel handig. Dan moet ik ook nog even kijken naar... ik heb niet genoeg, of wel? Nope. Dat is kloten. Ik heb hout nodig. En thatch. Dus dat ga ik even halen. Even hout halen. Dus waar had ik het ook weer over? Ik ben het helemaal vergeten, man. Denk. Waar had ik het nou over? Ik zei dat ik dat ging doen. Ik had niet te veel, dus ik ging hout halen. Maar daarvoor had ik het ergens over. Iets waar ik het nu niet meer over. In ieder geval. Ik ben nu dit aan het maken. Ik weet echt niet meer waar ik het over had. Laten we er maar niet zo druk over maken. Dus dit doe ik even terug weer. Zo. Ik ga weer daar naartoe. En dan maak ik het even snel af. Dan is dit rijtje ook gedaan. Zodat wij verder kunnen in... Oké, even kijken. Kut. Oké, kom hier.
Oké, kom hier, kom hier. Ik wil het snel afkrijgen. Kom hier. You dick fuck. Staan stil. Oké, rustig. Yes. Oh, ik sta op het randje. Ga met je tik over weg. Oh. Ga weg alsjeblieft. Het is donker. Kut. Donker. Dank je. Go away. Ik hoef die niet te hebben. Ik wel. Oh. Gaat landen. Weg. En ren. Oké. Eindelijk zijn we aangekomen op dit plekje. Oké, zo. Deze muur. Die muur. Die muur. Die muur. En die muur. Oh ja, en ik krijg trouwens ook vaak de reactie van neem met webcam op. Dat ben ik van plan. Dus dan komt links, denk ik. Ja, links in jullie beeld. In ieder geval bij Ark. Komt links in jullie beeld. Een lelijke jongen te staan. Genaamd mij. Dus dat komt er sowieso wel aan. Maar ik moet nog even. Want ik heb niet eens een webcam. Ik heb geen webcam. Dus ik moet het met een camera doen. Die heb ik. Die heb ik nu ook op mijn bureau liggen. Die ga ik dan gebruiken om mijn webcam te doen. En ja, dan komt hij zeg maar links in het hoekje te staan. Het is best een goede kwaliteit, denk ik. Dus dat komt wel goed. Ik ga nu even bedenken wat ik wou doen. Oh ja! Oké, wacht. Ik weet het alweer. Dat dak ga ik wel een andere keer doen, denk ik. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Maar wat ik wel wil doen, is hier naartoe gaan. De inventory van hem checken. Want daar zitten benodigdheden in om twee van deze bookshelves te maken. Deze bookshelves gaan we hier neerzetten. Waar weet ik nog niet echt precies. Die hier zit wel een beetje belangrijke spullen in. Niet echt super belangrijk. Wat zit hier in? Ook niet echt wel iets belangrijks. Maar in ieder geval deze, die met de cementing paste, doe ik wel gewoon even hierin. Wat is dit? Ik weet niet wat het is. Waarom is dat geomringd? Het zal wel weer aan mij liggen. Maakt niet uit. Dus dan kunnen we deze even weghalen. Zo. Dan wil ik deze wil ik hier neerzetten. Misschien zo of zo. Maar ik vind het zo wel leuk. Want dat zijn boeken shelves, zeg maar. Dus dat vind ik op zich wel leuk als die zo staan. Oké, even kijken. Oh, ik heb gepoept. Poep, pot, pot. Oké, ze hoeven niet echt precies te staan. Zo is mooi. En deze er dan naast. Oké, is dat zo goed? Turn. Yes. Oké, staat er hartstikke leuk. En dit is natuurlijk bedoeld om de... hoe heet dat? De... blueprints in te doen. Daar gaan de blueprints in. Dat is best wel leuk. Vind ik. Zo, want je kan daar geen normale spullen in doen. Zo zie je. Dus, ik kan niks hier zo in doen. Alleen maar blueprints. Dus dat is best wel fijn. Ik ga nu even alle blueprints halen. Dan zie ik jullie zo. Oké, ik had alle blueprints nu. Dus die stop ik allemaal hierin. Zo. Heel veel blueprints. En ze kunnen allemaal in één kist. Dat is toch wel fijn. Ze kunnen allemaal gewoon in één kist. Dit zijn allemaal blueprints die ik heb. Het zijn er best wel wat ik heb. Medium crop plot blueprints. Dat ding die moet dan in de kast als het goed is.
Alleen de kas, die moet ik nou even leren. Dat is dat greenhouse. Green. Kijk, dat zijn deze dingen. Dus. Die kan ik allemaal wel leren. Alleen. Ik heb ze nu nog niet nodig. Ik denk dat ik er wel vandaag aan wou gaan beginnen eigenlijk. Maar dat weet ik nog niet. Want ik heb dit nu wel gedaan. Dus dit is af. Alleen het dak nog. Maar ja, dat kan ook wel een andere keer. En ik wou eigenlijk aan die greenhouse beginnen. En die wil ik dan hier neerzetten, denk ik. Ik zal er nog even over nadenken. Ik zie jullie zo. Oké, jongens. Ik heb het geleerd. En ja, je hebt er metal ingots voor nodig. Crystal en cementic base. Laten we dat nou net niet hebben. Volgens mij heb ik geen crystal. Ja, of een beetje, heel erg klein beetje beneden. Maar dat is volgens mij ook het enige wat ik dan heb. Of ik moet nu echt helemaal fout zitten, maar. Ja, kijk, dit heb ik. Dat is niet veel. Hoeveel zwaar weegt het? Dat is zwaar. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als metal. Dus ik denk dat ik met. Hoe heet die? Lumini. Op reis ga. Naar Crystal. En ik zal jou even meenemen, want ik kan anders niet naar binnen toe. Oh, hallo. Wie ben jij? Henk. 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 Oké, dat is Henk. Oké, dat was Henk. Wat is die Tronodon daar aan het doen? What the fuck? Die Pteranodon is aan het gevechten. Ik weet niet wat er met die Pteranodon was. In ieder geval, wat wou ik ook weer gaan doen? Ik wou met Lumini op kristaljacht gaan. Dat wou ik doen. Dus dat gaan wij doen. Ik heb geen idee waar ik kristal vandaan haal. Volgens mij bergen. Dat is het enige wat ik weet. Dit ga ik er wel uithalen. Dat is wel sowieso. Dus ik ga het vlees even daarin doen en dan zie ik jullie zo wanneer ik Crystal heb gevonden. What the fuck? Oké, dit is wel heel zeldzaam. Wat heeft hij nou weer gedaan dan? Hij heeft gewoon een enorme base of zo. En heeft hij. Dit van metal heeft hij erop gedaan. Best cool. Grappig. Oké, ik ga in ieder geval naar die. En als ik daar niks kan vinden, ga ik naar die. Want dat is de opperhoofd van de vulkanen. Oh, de wolkjes. Nee. De wolkjes. Het regent. Wel, ik hoor het regenen, maar het regent niet. Oké. We gaan wel in de wolken. Ik vind het eng. Oeh, een hele beest is hier. Oh, is dat niet zo'n metal koker ding? Die wil ik ook. Crystal! Ik heb found crystal. Yes. Oké, wij gaan lekker crystal hakken. Zie jullie zo. Een alfa. Kill it. Dood. Dit gaat een tijdje duren. Maar we gaan hem doden. Hij is dood. Eindelijk, hij is gewoon dood. En ik heb een level. Ik doe weet. Want ik wil hem tot 1000, 3000 brengen. En ik ben trouwens ook een level omhoog. Wat zit er in zijn inventory? What? What? Fucking vet. Oké, die kunnen we wel in ieder geval inruilen voor deze.
Ja, toch wel iets. In ieder geval, ik heb ook een level. Die wil ik ook gaan gebruiken. En die wil ik voor. Misschien. Movement speed. Nee, waarom niet? Oké, ik ben nu level 94 trouwens. Dat is best wel hoog. Ja, ik ga weer verder met zoeken naar. Naar Crystal. En ik zie jullie weer terug als ik dat heb. En ik krijg trouwens ook mushrooms. Het is ook best wel leuk. Die krijg ik trouwens ook van die dingen. Dus dat is ook best wel geinig. Ik krijg ook trouwens allemaal van dit soort spul. Van die beesten. Zo, al dat primeet kan weg. Het is allemaal ruimte wat inneemt. Oké, jongens, daar ben ik weer. En ik zit hier nu een beetje rond te kijken of er nog wat kristal te vinden is. Maar ik kom niet echt. Ja, ik kom wel veel tegen, maar dat, je krijgt er niet zoveel van. Ik heb nu 422. En ik had eerst even moeten kijken hoeveel ik nodig had. Want dat weet ik niet. Dus ik ga voor de 500 en dan ga ik weer terug. En ik zag net iemand een dino oppakken. Alleen ik kan niks oppakken. Ja, misschien omdat die dino van zichzelf was. Zou dat het misschien zijn geweest? Want ik wil wel dino's kunnen oppakken, maar je kan dus geen dino's van iemand anders oppakken, maar alleen van jezelf. Oké, dat is dus. Oké, dat is dus best wel goed om te weten. Oké, jongens, ik ben thuis. Maar het enige probleem is, ik heb geen kristal meer gevonden. Ik heb echt, ik weet niet hoe lang zitten zoeken. Maar ik kon het gewoon niet meer vinden. Dus ik ben ermee opgehouden en gewoon terug naar huisje gestapt. Eigenlijk gevlogen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb niet zoveel tijd meer vandaag, maar morgen weer wel. Dus jullie zeggen steeds ook, dat vind ik niet zo irritant of zo, maar ik wilde wel even een punt bij maken van jullie zeggen steeds van, doe meer arc, zeg maar, in plaats van, want iemand had ook onder mijn smite-video gezegd, ik vind arc iets leuker dan smite, dus doe meer arc. Die reacties krijg ik best wel vaak van doe meer arc. Dat wil ik, zou ik best wel graag doen. Maar ik heb niet zoveel tijd. En het kost best wel veel tijd om een arc aflevering op te nemen. Daarom hou ik het ook liever bij gewoon één aflevering om de twee video's die ik upload. En ik probeer om de 2 dagen probeer ik een video te krijgen. Dus ik doe echt mijn best om die video's te krijgen. En als dat niet lukt en er komt geen video na een dag, dan is het blijkbaar, dan is het waarschijnlijk dat ik geen tijd heb, waardoor ik dan gewoon een dagje oversla. En dat komt omdat ik nu precies in de examens zit. Ik heb moeilijke tijden nu. Oh, ik zit weer vast. Maar dus daar moet ik goed mijn best op doen. Dus ik heb niet zo heel veel tijd. En ik hoop dat jullie dat begrijpen. Als jullie dat niet doen, hebben jullie pech. Want ik moet echt die tijd hebben, zeg maar. Dus ik kan niet, als ik geen video upload om de dag, dan heb ik gewoon geen tijd om te uploaden. Dus, wat ik wil gaan doen is. Niet saddles. Structures, greenhouse. Ik kan het maken. Heel veel. Ik wil 1 door. Door frame en 1 door. Ik wil wel veel muren. Dus 20 is genoeg. Maar dat, dan kan ik niks meer maken, zo te zien. Ik wil weten wat ik mis. En ik gok.
dat het kristallen zijn. En als het kristallen zijn, dan moet ik helaas zeggen van ik stop even voor vandaag. En ik denk dat het ook zo is. We zitten met spanning af te wachten. Ja. Ja, 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 het is. Ja. Jammer. We hebben meer kristal nodig. Oh, dat is zo klote. We kunnen nu wel een beginnetje maken, dat wel. En dan gaan we morgen wel gewoon verder en dan zie ik wel wat ik heb dan. En dat is gewoon voor jullie weer deze aflevering. Maar dat weten jullie ondertussen wel. Ik ga even hier naartoe om foundations te pakken, want die zitten hier in. Zo. Waarom doe ik die op 0? Ik wil die op 1 hebben. En deze moet terug. Oké. Dus ik wil hem hier hebben. Ik denk gewoon hier zo. Gewoon, dit is een mooie plek hier. Ik denk dat ik hier gewoon begin. Ik wil hem niet te groot. Oh, kut. Kut, kut, kut. Oké, dat is een beetje kut. Ik mag het niet helemaal fout doen. Ik heb er nog 15. Dit is 3 breed nu. Ik wil nog eentje. Ik wil wel iets van dit hebben. Ik wil even kijken of ik dit kan opvullen. En dan ga ik gewoon zo verder tot ik dat ik leeg ben. Oké, ik ben leeg. Dit heb ik nu. Ik kan in plaats van. Dus dat ik deze sloop. Maar dat zou. Ik wil deze wel even slopen. Dan kan ik als het goed is 1 maken. Die doe ik dan hier. En dan is dat een inloopruimte. Ja, dat ga ik doen. Dus dit is het, zeg maar. Het is klein, maar ik heb niet veel. Want het is nogal een probleem. Ik fluiten. Niks gebeurt. Oké. Deze heb ik nodig. De ingang komt. Ik heb hier 3 blokjes. Dus die komt hier. Of hier. Hier. Oké, we hebben de eerste ding geplaatst. Daarin komt de deur. Dat is wel logisch. En dan komt de muren. Dat moet ik nog even kijken. Misschien een inloop. Oeh, dit is irritant. Zie je dat? Dat hij hier wil plaatsen, maar ook daar. En ik denk dat hij zo goed zit in plaats van zo. Dus ik denk dat hij zo goed zit. Maar ik wil dit wel zo hebben. Ik denk dat dat wel het handigst is. En het mooist. Oké, ik hoop dat ik ver kan komen. Ik denk niet dat ik het af kan krijgen. De muren dan. Ik denk het bij lange na niet. Hoeveel heb ik er nog? Ik zie het niet goed. 9 volgens mij. Nou. Nou. Ik heb het gewoon af. Alleen ik wil hem 2 hoog. Dus het gaat nog niet af worden. Ik wil hem 2 hoog. Maar ik wil hem wel 2 hoog. Zodat ik een schuine dak heb. Dus ik wil hier zo eentje. En hier eentje. En hier eentje. Dan komt hier een schuine dak. Tot en met hier. Want ik denk dat hier ook weer een schuine dak komt. Moet ik even kijken hoe dat gaat aflopen. Ik heb wel ceilings nodig. Maar dat moet ook greenhouse zijn. Dus, en ik heb geen kristallen meer. Dus dit wordt het een beetje. Ik zal even aanwijzen. Tot vanaf deze naar die komt gewoon een ceiling. Er komt hier steeds een schuine dak. Dus hier komt een schuine dak. Hier komt een schuine dak tot hier. Dan gaat hier een schuine dak tot daar, tot dit punt. Daar ook. En deze gaat dan verder. Ik moet dan even kijken hoe ik dat ga aanpakken met deze lijn hier zo.
Want die heeft dan ook een ceiling hier, maar ook een ceiling hier. Dus daar moet ik even mee vogelen. Ja, dus dat moet ik even doen. Ik zou ook kunnen zeggen van, ik doe iets met dat het gewoon een hele schuine dak is. En niet dat het zeg maar een soort van overal schuin is. Dus ik doe zeg maar vanaf hier naar daar. Maar dat laat ik aan jullie over. Misschien is dat handig, dat ik dat aan jullie overlaat. Ik heb ook niet zoveel tijd morgen, dus ik wil de aflevering wel afsluiten. Maar volgens mij is deze aflevering niet zo lang, of wel? Ik kan het niet zien namelijk. Ik denk het wel. Het is nu, bij mijn klokje is het 9:05. En ik begon om, denk rond 7:30. Dus dat moet best wel een tijd zijn. 7:30, dat is 1,5 uur. Maar ik heb niet alles gedaan, zeg maar, in de aflevering. Ik heb die muren gemaakt en dat was het. Even kijken hoor. Nee, ik ga het toch afsluiten. En ik laat aan jullie over wat ik met deze dak moet doen. Dus moet ik zeg maar als hier een ceiling helemaal schuine dak en dan even uitvogelen wat ik hiermee moet doen. Of moet ik zeggen, ik ga vanaf hier naar daar schuin. En ja, dat is het eigenlijk. Dus dat laat ik jullie kiezen. Wat ik nog wel even wil doen is, jij moet even al deze vlees. Ik heb trouwens super veel spullen. Echt ook super veel spullen wat ik helemaal niet wil. Even allemaal te lappen. Oké, hide mag ook weg. Deze wil ik trouwens wel bewaren. Die zijn wel leuk. Oké. Die weg. Geen deel wat je hiermee kan. Kan ook weg. Dat vlees moet ik even daarin doen. Ga ik ook wel even met jullie doen. Gezellig. Ik denk dat ik even ondertussen met de aflevering afsluit. Dus. Wat was dat? Ik hoorde een trennen dan. Jij. Level 8. Ga weg jij. We hebben wel best wel een goede avontuur eigenlijk. We hebben een alfa gedood. En dat betekent dat ik weer een twee apprentice dingen erbij heb. Apprentice crossbow en apprentice nog een crossbow. Dat is best wel cool. Wat ik ook altijd doe is al mijn armor in hem doen. Omdat ik dan wil dat ik als ik dood ga dat ik dan nog mijn armor heb. En dat die gewoon in deze vogeltje zit. Dus dat is best wel fijn. En ja, zo eindig ik het eigenlijk. Ik doe mijn bestjes dat ik heb als eten. Doe ik altijd hierin voor de dino's. Maar ik denk niet dat ze honger hebben. Maar alsnog, ik doe het wel altijd. Ik kijk ook altijd of ze levels hebben. Deze geef ik altijd health. Deze geef ik ook altijd health. Oh, nog een level. Nee. Jij hebt een level. Jou geef ik melee damage. Jou geef ik speed. Dit wordt zo'n speedje. Hij heeft wel nog steeds die eieren. Moet ik ook weer even kibbel van maken. Maar ik heb dan weer even hoe heet dat? Een refrigerator, zo'n koelkast. Die heb ik nodig daarvoor. Pinky staat er nog steeds. Die moet ik even halen. Want die moet ook weer even terug op zijn plekje. Maar in ieder geval, ik ga het gewoon hierbij afsluiten. Kut. Stil. Oké, als jij er ook bij wil, jongen, dan mag dat. In ieder geval, als jullie hebben genoten van deze video, laat dan een reactie achter hier beneden en een like. En vertel ook wat ik van die greenhouse moet doen. Oh, had je geen zin meer?
Dus vertel me op. En als jullie hebben genoten van deze video, laat dan een like achter. En ik zie jullie de volgende keer. Doei!